Ons moet die effect toon van een toename in die koste van productie op die markt vir goedere en dienste. Nou kom ons denk net eers een beetje. As het producente meer kost om te produceren, sal hulle slechts bereid wees om aan te bied, as hulle een hoër prijs daarvoor kan krijgen. So, aanbod kromme gaan, opskuif. Ons doen het grafies. Ons het begin met die asse in te trek, ons het die asse benoem, vraagkromme, en ons aanbodkromme, ons aanvankelijke ewigspositie, teen een prijs van 4 en hoeveelheid van 3000. Nou is daar een toename in die koste van productie, en soos ons gesê het, sal producenten slechts bereid wees om teen hoër prijse hulle product aan te bied. Dit sal die aanbodkromme opwaarts verskuif. En ons het een nieuwe ewigspositie teen een prijs van 5 en een hoeveelheid van 2400. Kom ons kyk, ons het begin, aanvankelijk, eerste positie by evenwig. Toe gebeur daar iets wat die mark versteur, die opwaartse verskuiwing van die aanbodkromme, my tweede stap. En dit het geleid tot een nieuwe evenwigspositie, my derde stap. Evenwig, verstering, nieuwe evenwig. 1, 2, 3.